Nee! Ze schreeuwt. Jij zit daar. Ik speel blokfluit. Waarom gaat deze boot achteruit? Oh. Door tweede dicht gaan is twee schreeuwen waard. Oh ja, ja. En misschien een groene blouse is minstens 3 schreeuwen waard. Kijk, nu is ze oud. Nu gaat ze heel snel. Dat ben ik. En dat is Brit. En dat zijn Bram en Didi en Sean en Julia. Oh ja, en dat is Siebe, het voor Sean. En wij zijn eindelijk weer terug in Walibi. En we gaan verder waar we gebleven waren. We hebben natuurlijk de vorige keer proberen niet de schreeuwchallenge gedaan, maar er zijn nog een aantal attracties die we niet hebben gehad. Dus die attracties gaan we vandaag doen. Oh ja, en de Goliath gaan we nog een keer doen, want daar heeft echt iedereen geschreeuwd vorige keer. En ook moet deze keer het koppel dat het meeste schreeuwt een verliezerschallenge doen. Dus ik zou zeggen, pak wat lekkers te eten en te drinken. En geniet van deze video. En oh ja, voor we verder gaan. Bijna 50% van de mensen die naar mijn video's kijken is nog niet geabonneerd op mijn kanaal. En als alle mensen die nog niet geabonneerd zijn zouden abonneren nu, dan had ik 1 miljoen abonnees. Dus, Gerben, ik zie dat je kijkt. Klik maar op de abonneerknop. Oké, man, daar gaan we. Ja, inderdaad. Ja, niet iedereen die kan. Oh ja, ga je dat weer zeggen? Ga je dat weer zeggen? Zeg maar, sommige mensen hebben wel werk. Oh ja, en nu ga jij maar zeggen, waar heb jij je voorbereid? Vaccin, origineel. Nee, ga ik helemaal niet zeggen, maar ik heb wel een vaccin. Oh, ja. Yo, we zijn weer terug. Nou, we staan meteen al voor de Goliath en we zijn met de hele squad. Didi, hoe heb je je voorbereid? Ja, niet heel veel huilen. Oh, okay. Dat heb ik gedaan. Britt, wat heb jij gedaan om je voor te bereiden? Ik heb net 3 happen van een banaan gegeten, zodat ik niet over mijn nek zou gaan. Bram, wat heb jij gedaan om je voor te bereiden? Wie is dit, jongens? Wie is dit? Wopke. Oh, dat is Wopke. Ik ben Wopke. Oh ja, Wopke. Hey Wopke, hoe is het? Goed, mooi. Ja, nee, hoe ik me heb voorbereid. Ja. Nou, ik heb mijn steun en toeverlaat mee. Dankjewel. Didi. Nou, en dan hebben we nog ons koppel. Nee, dit zijn we dus niet. Dat heeft hij dus bekendgemaakt. Nee, maar niemand kijkt. Okay. Oh ja. Dat heeft niemand gezien. Wat heb jij gedaan om je voor te bereiden, Sean? Moet ik nu iets van mijn broek uit doen weer? Nou ja, op zich. Nee, hou alsjeblieft die broek aan. Sean! Sean, hou je broek aan! Nee, verder! Ik moet het van Steve doen. 17.000 euro. Nou, willen jullie weten hoe ik ben voorbereid? Hoe heb jij je voorbereid? Nou, niet eigenlijk. Dat was het, want ik ga toch winnen. Helemaal, want ik moet dit dus aandacht op. Ja. En we beginnen vandaag meteen met de Goliaths. Dit wordt intens. Ben je zenuwachtig? Oh ja, ik ben nu zenuwachtig ineens. Nee, dat ben je niet. Sean. Ja, oh. Oké, okay, guys, tactiek. Zoals Mark Rutte ooit zei. Gooi je bek aan. Even, zeg maar, klopt het dat zeg maar, bij die tweede dat ding dan weer omhoog gaat? Zeg maar je beugel. Ja, we geloven het. Ik ben wel zenuwachtig. Nee, dat ben je niet. Jawel. Ik word zenuwachtig voor jullie. Ja, ik ben ook een beetje zenuwachtig. Ja, ik word ook een beetje. Ik echt wel voor mezelf. Ja. Je weet nog wat het doel is? Niet. Oh, niet gillen. Niet gillen vanaf nu. Gewoon je bek houden. Oh! Oh! Hetzelfde als de vorige keer. Ja, gaan we? Oh. Oh. Nee! Sean! Jezus, het gaat steeds sneller. Hij gaat het heel hard. Oh, mijn god. Oh, wat vind ik dit. Hé, hey, heb jij de notulen laatst gelezen? Van, Oh ja, die van laatst. Wel, probeer het. Ze schreeuwt. Ik hoorde het vanaf hier. Nee, maar het was nee, ik gilde niet, dat telt niet. Nee, ze gilde niet, het was feedback. Nee, feedback. Okay. Yeah, feedback.
Okay, ja. Je moet een hele knappe editor zijn, wil je hier een geel van maken? Brit, wat is er met jou gebeurd? Wat is er aan de hand? Ik weet het niet. Ik heb schildtherapie gehad. She's in a mood. Even erop. Erop. Siepke. Ja? Nee, maar vinden jullie niet een hele goede actrice? Hoe ze zo deed van, ik vind het leuk. Oh. Ja. Dit is een rol. Door naar de volgende attractie. Dat is deze vrije val. Nou, dit is weer iets nieuws. Ik vind het de leukste, want ik hou van paarden! Ja, nou, dat is toch een leuke grap. Ik jij had het ook kunnen zeggen. Ik lachte er ook. Jullie hebben een beetje hetzelfde haar momenteel. Ja. Jullie zijn ook een beetje hetzelfde. Maar dan moet ik wel meer zo kijken. Hoezo? Slaar er! Alleen Bram wilde hier niet zomaar in, natuurlijk. Sean, heb jij hier zin in? Nee. Oh, maar niet? Je houdt je kop, hè, als ze erin zitten, want anders gooi ik eruit. Kijk, daar hebben we het al. Maar niet meer inzitten. Ja. Ik ga er niet in zitten. Heel prettig voor jezelf. Maar zullen we het gewoon doen? Dan heb je allemaal vette samen. Attracties en dan ga je dit gedrocht. Ja, maar dit is één minuut. Nee, ik trek het we gaan het doen. Nee, ik trek het niet. Ik word alleen maar... Dit moet eruit geknipt worden. Oh. Wat zei jij nou? Het zit erin, Bram. Nee, ik ga echt niet. Jezus, ben jij een zo'n zure... Kijk, ik had het echt gedaan, hè. Oké, weet je wat? Ik ga het gewoon doen. Weet je? Zweer echt? Ja, man. Ik ga het gewoon doen. Oké, hij wilde erin, maar wel pas als allerlaatste. Ben je er klaar voor? Nee, deze vind ik wel heel naar. Ik ben echt heel zenuwachtig. Hou je kop. Ik ben ook wel zenuwachtig. Mijn nek. Ja, ik ben ook wel zenuwachtig. Oh, echt? Je kan het beter dan nu al doen, hè? Want anders vliegt het zo. Ik kom niet bij de voeten met mijn grond, wat? Oh, shit, En dit was het moment dat Brit zich herinnerde dat ze hoogtevrees heeft. Hou je kop. Hij is al wat top, hij is al wat top. Oh. Acteert ze nu? Ja! Is dit een rol? Als Nick of Vincent hier was geweest, had ze gezond. Laat ik het zo zeggen. In de attractie. Zo hoog! Tering, ik was even vergeten dat ik hoogtevrees heb. Ziet er niet zo gelukkig uit, Sean. Kijk, dit is een pek. Nee, dit valt echt wel mee. Lamlendig vet. Ga ik dus echt niet doen. Lamlendig vet. Wat is dat? Dit is een adrenaline heb je nu, hè? Dan kan je rennen. Dan kan je rennen. Oké, daar gaan Bram en Didi zoals beloofd. Hier, kijk, let op. Hop, pap. Pap de pap. Dus als jij dat kan je dat dan editen dat hij dan blijft staan? Hij staat er. Oké. Okay. Oh, nice, nice. Dat is een goed voorteken. Alright. Born ready. Born ready. Ben je zenuwachtig? Nou, eigenlijk helemaal niet meer. Nee? Nee. Ik ben wel trots op jullie hoor, dat jullie het gewoon ingaan. Thanks. Oké, ben je ready? Ready? Ja. Yes, ja, ik ben niet zenuwachtig. Nee. Hoor. Oh! Ja. Nee! Dat was gek. Oh! Ja! Nee, we gingen niet. Dat was gek, Jeroen. Dat was gek, Jeroen. Is dit hem? Was dit het? Nou joh, wat? Ja, jullie stellen je echt aan. Ja. Zo, dit is zag echt... Zag je Brit helemaal trillen? Nou, hey. Ik heb ook niet gegild, dat was gewoon een... Wow, we did it! Zeker met jullie niet. Oh. Oké, okay, en door naar de volgende attractie. Schat, dit is voor kinderen! Dit is voor kinderen! Weet je hoe hard dit gaat? Dit is voor kinderen, dit is voor kinderen. Dit is niet voor kinderen. Hey, als je kind bent en gaat erin, ben je fucking badass. Maar wacht even, we moeten even de spelregels, want dat is één schreeuw waard, er niet ingaan. Er twee niet ingaan, is twee schreeuwen waard. Oh ja, ja. En misschien een groene blouse is minstens drie schreeuwen waard. Hou je grafbek, Julia. Nou, Bram, ik wacht maar. Ik wacht maar. Ik had geen comeback. Ver van ons vandaan. Waarom gooi je mij ervoor? Ja, echt zo lullig ben jij. Van ons vandaan. Jij gooit gewoon mij ervoor. Je kunt Bram zo dissen in een diss track. Ja, ik ga jou zo meteen dissen. In een rap. In een rap. Ja, kom dan. Nee, zo meteen.
Biggie Smalls had nu al wat paraat, hè? Oké, Bram durfde niet, maar daar gaan wij wel. Oh. Je zit niet vast, hè, Britt? Nee, ik zit niet vast, Siebe. Stefan is mijn riem. Hey, Siebe, jij mag hier nou ook in als je wil, hoor. Is goed. Ik ga zo meteen het diss-track maken. Ja, doe maar. Over Bram. Leuk. Hey, trouwens, het begint pas op. Er zit een puber achter je. Siebe het spijbelaartje? Ja. Zie je met het postje zit hij gewoon. Yo! Hey, geniet ik ben ervan. Sean nu even. Geniet ervan. Ja, yes, dat ga ik doen. Oh ja, doe even Sean. Typisch Sean. Oh, deze gaan hier zo misgevoerd. Oké, we gaan er rond. Ik ruik een beetje stront. Het is Bram. Hij is niet mee, want hij is super gay. Ik hoorde een gil. Oh ja, ik moet rennen. Ik ben over de kop en dat is vet. Bram, je bent een kleine slet. Ik ga prie. Het is Didi. Oh, hoe kunnen mensen het niet leuk vinden? Je kan hier echt de hele dag Kijk, nu is ze oud. Nu gaat ze heel. Ze heeft beneden de ogen. Ja, nu is ze. Oh, jullie zien er echt chill uit. Niks aan de hand, niks aan de hand. Ik vond het wel relaxed. Ja, ik vond het zo chill. Ik zou nog een keer denken. Wow! Wavy! Wavy! Je is zo misselijk. Ik heb genoten. Ik had zelfs mijn ogen dicht en. Ik was helemaal mezelf. Oh, verkeerde kant. Oh. Ja, oké. Okay. Zit er nog in? Gaat hij eruit komen? Mij ook. Wat is met jou benauwd? Zit er nog in? Ik ga niet kotsen. Denk aan vloeibare brie. Je bent gewoon een beetje wavy. Dat helpt. Gat wavy inderdaad. Ja, ga even zitten. Ja, dat telt als schreeuw. Als je er niet in gaat, telt als schreeuw. Oh, Britt, gaat het? Ja. Musical act. Hij zit er niet uit. Ik zat te rappen ondersteboven. Ja, dat telt als schillen. Nee, dat telt. Ja, telt wel. Dat telt als schillen. Dat zijn eigenlijk de nieuwe regels. Ja, maar op zich, de rappen telt wel. Ik zei, het ruikt hier naar brie. Het is die. Dat heb ik gezegd. Maar ze zeiden best wel. Hoorden jullie haar dan? Ja, wij hoorden haar. Ik hoorde ineens brie. Die. Toen dacht ik, oh, ze gilt. En toen was het tijd voor de Untamed. Maar eerst had Sean nog een bijna doodervaring. Hey Sean, wil jij even je mond houden tegen Bram? Sorry hoor, maar Bram is Slenderman. Oh, holy shit! Ik ging bijna Ik ben bijna een doorn in mijn reet. Hallo in mijn reet. Dit is de eerste keer dat hij in zijn reet wordt geprikt. Nou, jij staat ook wel klaar. Staat ook echt bij alsof hij zijn reet is. Oh, hij zit nog niet vast. Oh, dat was een geel. Ja, nee. Hé, jongens, is het puur achter? Wat zit er? Godverdomme! Ik ga hem in de letter. Hij zit echt zielig in zijn eentje. Alles. En je bril gewoon zo, die gaat vallen. Oh ja. Wow. Dit was weer een geel. Nee. Jean, Jean, ben je op de bronnen gekomen? Jean, je hebt je helm nog onder je shirt. Jean, heb je shirt gestreken met een wokpan? Ik ben eens een beetje misselijk. Nou, dat moet je niet doen, want je gaat eruit. Moet je niet meer in de spiegel kijken? Ja. Zet hem op, hè? Hou doe, hè? Zie mijn house in de gaten, hè? Ik had dus net een vliegje op mijn hand. Toen probeerde ik hem eraf te blazen, zodat ik mijn mond kan. Zo dom. Ja,
Heb je nou ook een leuk verhaal? Laat het weten in de comments. Ja, oh, hey, Sean, doe die gore dikke armen naar beneden. Ik heb de hele tijd mijn handen zo gedaan. Doe ik even iets over zijn stokkenarmen. Ja, dit is bij jou ook. Hey! Hey! Oh. Haal die kraai even weg daar, meneer vogelverschrikker. Zijn stokkenhanden. Wat zegt hij? Ik weet niet, een van de domme dikke grap. Ja, ging goed. Niet gegild. Ja, pure control, you know. Weet je wat het allergoorste dat ik ooit heb gezien? Een man die ging... Stop, ik word misselijk. En door naar de laatste attractie voor vandaag. Ja, ik heb hier best. Cute. Oh, wacht, mijn mannelijkheid. Oh, eww. Yo, fuck. Is een hele enge puber voor jullie. Puber. Heeft hij de CITO-toets al gemaakt of niet? Nee, nog niet. Wij gaan dit rocken. Oh. Waarom heb je een hoofddoek op? Ik heb geen hoofddoek, ik wil gewoon niet nat worden. Het punt. Bram, laat mijn knop los. Alright, ja, hey, tot zo hè. Auw, Bram, tief is begonnen. Oh, je mag gillen. Mag ik gillen? Ja, je mag gillen. Weet zeker? Ja, ze dachten al verloren te hebben en dan maar gewoon te gillen. Kijk. Wat zij dus niet weten, is dat dit bootje gaat straks ook achteruit. Oh ja. Dus waarschijnlijk op dat moment krijgen we wel een gilletje te horen. Wat trouwens helemaal niet meer boeit, denk ik nu. Wel. Maar ze gaan sowieso verliezen. Ah! When you swim to the end. Wat is er? Ik schreeuwde dat, thanks. Oh, Sean. Wat romantisch. Dit is gezellig. Oh! Dat ik al schreeuw? Nee, want we mogen gewoon gillen, want we hebben al verloren. We gaan nu achteruit. Ja, dat verwacht je niet, hè? Dat was niet, hè? Oh nee, niet gillen. Hoezo? We hebben al verloren. Nee, dat weten ze nog niet. Dit zit ervoor. Oh, kut. Ja, je mag gillen. Ik zit in een boot. Ik zag net de dood. De dood in mijn ogen. Het is niet te geloven. Jij zit daar. Ik speel blokfluit. Waarom gaat deze boot achteruit? Oh. Holy shit, gaan we daar vanaf? Ja. Wow! Nee, wat de hel? Nee, niet gillen. Oh. Heb je al gegild? Nee, heb jij gegild? Ging je bijna, Brit? Oh, wat een vooruit. Dat vind ik wel fijn. Wat heb je nu vast van nou? Ja, hou mij maar vast. Wow, Sean. Ik ben wel een beetje nat geworden. Op mijn buik! Weer stil, Jack. Pubertje! Pubertje! Dit is leuk. Dit is vrede. Jullie hebben echt exact dezelfde auto daar. Nee. Ah, ja, sorry, maar soms vergeet ik dat we geen relatie hebben. Ik word altijd gezien als een soort van relatie kapotmaker van de YouTube people. It's not me, ik ben single. Ja, dus kijkertjes, wil je met mij op date? Ik ben Piet, ik ben 12 en ik wil met jou op date. Piet, ben je 12 en wil je op date? Nee, je gaat niet bij jou op date. Oké, ik doe wel mijn armen onder de lucht, als ik dat durf. Nee, je mag niet gillen. Niet gillen? Doe mee op dit. Ja, ik heb al een hoek gevangen. Haha, nice. Nou, top. Ja, dat was leuk. Oh, deze komt. Ah! Nerd, nee! Wie doet dat? Oh, nu is het briesje ook zo lekker. Ja, het briesje is nu wel lekker. En we hebben ook niet gegild. We hebben in welke dag gegild. Heb jij gegild? Ja, ik heb gegild. Dan is deze relatie hier ook. Ah, die tegen ben. Oh, we gaan op. Ah! Oh. We hebben natuurlijk een verliezer challenge. Wow, ik ben het niet!
vind wel niet dat Britt de winnaar is. Dat ja, is maar echt. Ja, dat is wel en Stefan. Knap. En, maar dat dan Julia en Sean hebben verloren, wie had dat verwacht? Nou, jij hebt verloren, sukkelnerd. Oké, we zijn bij de verliezer challenge gekomen. Ik ga hier niet in. Nee, ik heb niet verloren. Nee, maar ik ga hier niet in. We kunnen hem opstarten, hartstikke leuk, maar ik ga er niet in. Kijk ook hoe lullig het eruit ziet. En na veel moeite ging hij er toch eindelijk in. Dankjewel je, dankjewel je. Deze doen we deze. Zo, daar gaan ze hoor. Toch wel cool als ze dit alsnog gaan doen, hè? Jeetje zeg. Succes niet! Oké, daar gaan ze. Oh, daar gaan ze. Ja, ze zijn echt bang hoor. Oh, ik vind het niks. Dat gaat mijn hart. Oh, waarom hebben we dit gedaan? Had ik maar niet verloren. Zo, ze zijn echt bang, hè? Wow. Helemaal gek. Nou, het was superleuk. Ik vond het echt lachen. Lekker. Ja, wel verloren, maar vond je het nou een leuk video? Like en subscribe. Subscribe. En be sick.